Seksisme. Seksisme is een specifieke vorm van discriminatie op grond van geslacht ofwel gender en richt zich meestal tegen vrouwen. Seksisme komt voort uit vooroordelen over de rechten, kennis en kunnen van mannen en vrouwen en eventuele verschillen daarin. Door de geschiedenis heen zijn vrouwen hierdoor vaker ingeschat als minder gerechtigd, minder kundig en of minder zelfstandig. Deze vooroordelen zijn door de tijd gewoonten en praktijken geworden die onderdeel zijn geworden van de overheersende cultuur. Zo zijn er ideeën ontstaan van de vastgestelde rollen die mannen en vrouwen in de samenleving zouden moeten aannemen. Deze stereotype rollen passen niet voor iedereen en zijn daarom beperkend. Voor vrouwen vaker dan voor mannen. Een voorbeeld van seksisme. Een vrouw solliciteert voor een leidinggevende functie waar zij in principe aan de hand van haar cv prima voor geschikt is. Zij wordt afgewezen. Wanneer zij vraagt naar de reden van afwijzing, blijkt dat het bedrijf ervan uitging dat zij in korte tijd kinderen zou willen krijgen en daardoor deeltijd zou gaan werken wat zij niet vinden passen bij de functie. Let wel, dit is niet besproken in het sollicitatiegesprek en is nooit aangegeven door de vrouw zelf. Hieruit blijkt dus dat het bedrijf op basis van vooroordelen over het vrouw zijn en de manier waarop deze vrouw haar leven inricht, deze vrouw heeft afgewezen voor de functie waar zij anderzijds geschikt voor was. Dat is dus onderscheid op basis van haar gender ofwel geslacht.